Geniet van je leven. Pluk de dag. Het was een idee dat ook bij de Grieken in de oudheid opkwam. Epicurus vond ook dat je moest genieten van het leven. Vaak wordt dan gedacht aan seks, drugs en rock'n'roll. Of aan dure vakanties, veel luxe en alcohol. Dat wordt dan hedonisme genoemd. Zo hebben later de Romeinen de opvattingen van Epicurus uitgelegd. Maar is dit wel het echte leven? Of is het fantasie? Epicurus had er zijn eigen kijk op. Hij leefde van 341 tot 270 voor Christus. Hij vond dat genieten van het leven meer is dan pleziertjes van de korte termijn. Als je bijvoorbeeld te veel alcohol hebt gedronken, heb je later misschien spijt van wat je gedaan hebt. Sterker nog, je hebt er steeds meer last van als je ouder wordt, want alcohol is niet goed voor je hersenen. Genieten kun je van de mooie dingen die er zijn, zoals de prachtige natuur, mooie muziek en ga zo maar door. Vooral vriendschap zorgt voor veel genot. Genieten van goede gesprekken. Epicurus maakte daarom een onderscheid tussen het natuurlijke verlangen en het onnatuurlijke verlangen. Natuurlijk verlangen kan noodzakelijk of niet noodzakelijk zijn. Noodzakelijk verlangen is het verlangen naar slaap, eten of drinken. Seks is een niet noodzakelijk verlangen, want het is niet echt nodig voor je geluk. Seks is wel leuk voor de korte termijn, maar je wordt getrokken in relaties die je op de lange termijn niet wil. Of je kunt een gebroken hart of zelfs allerlei ziektes oplopen. Het risico van pijn op de lange termijn is daarom extra groot. Naast het natuurlijke verlangen is er een onnatuurlijk verlangen. Dat noemen we nu het verlangen naar luxe. Het probleem van onnatuurlijke verlangens is dat ze onverzadigbaar zijn. Ben je bijvoorbeeld op vakantie geweest in Griekenland, dan kun je verlangen naar een vakantie in Azië. Of heb je een goede auto, dan kun je verlangen naar een betere auto met nog veel meer luxe. Geef je toe aan al die onnatuurlijke verlangens, dan kun je er bezeten van raken. Dat kan veel pijnlijke gevolgen hebben. Je geniet het meeste van je leven als je over deze niet noodzakelijke verlangens heen stapt. Door korte termijn pleziertjes op te offeren, kun je voor de lange termijn genieten. Daarom zocht Epicurus de onbekommerde gelukzaligheid en leefde hij sober. Hij leefde van water, brood en kaas. Hij had vrienden waar hij in zijn tuin veel mee kon spreken. Geen zorgen aan je hoofd. Genieten van de zon, het uitzicht en vooral zijn vrienden. En vooral geen verslaving aan luxe. Het is een idee dat in de christelijke kloosters is overgenomen, samen met een sterk geloof in God en een levensopdracht om te werken aan een betere samenleving. Het is niet voor niets dat de kloosters eeuwenlang hebben kunnen bestaan en nog bestaan. Volgens Epicurus is het echte leven het geestelijke genieten. Hoewel hij aan het einde van zijn leven veel pijn had, kon hij toch nog gelukkig worden van al zijn mooie herinneringen.